Uiteindelijk moet het zo zijn dat, dat Lex weggaat, Milena weggaat, Brandon weggaat, Shelly weggaat. En het liefste dat ik Shell even wat later doe. En Bran ook. Ja, dat... En maar die wil jij de hele tijd weg hebben? Ja. Maar ik wil wel zeker weten, als we op hem gaan stemmen, dat hij dan ook echt weggaat. En uiteindelijk, de laatste vijf is voor mij duidelijk. En uiteindelijk, als we dat willen, dan... Ja, dan komt het ook wel goed. Uiteindelijk heb je de meerderheid van de groep nodig. En de groep is in dat opzicht nog best wel groot. Ondanks dat hij klein is. Bijvoorbeeld, Milena zal ook altijd voor een Brandon stemmen. Alex zal altijd voor een Brandon stemmen. Shelly. Zo zijn er nog een aantal. Bijvoorbeeld, ik denk dat Hiss ook nog voor een Brandon gaat stemmen. En dan zit je al aardig op een groot deel van de groep. Even kijken wie heb ik nog meer dan. Weet ik niet. Moet nog even kijken. Maar ja, meestal gaat het ook tussen de keuze van de personen. Maar ja, daar was de clan er weer, hè? En boem! We waren in één keer met z'n zessen. Fran, Jesse en Merel. Kwam en ik en hallo! Alles wat ik tegen jullie gezegd? Nou, Merel zei dat toch nu er is. Maar niet dat we met zes man niet zouden gaan zitten. Merel, dat had ik niet door. Dat kwam voor mij een beetje als een overval. We moeten even wat overleggen. Dus ik dacht daar met z'n drietjes, weet je. En heel eerlijk Gerrit, ik vind het niet heel chill de laatste tijd hoor. Hoe bedoel je? Nou ja, dit is net een van de hoofdkwartier geworden. Ja, het komt natuurlijk ook een beetje door de tent hè. Je leent zich daar ook wel voor. Ja. Ik snap daar aan de ene kant ook wel. Maar ja, uiteindelijk komt het ook allemaal wel goed. Het probleem is een beetje, bijvoorbeeld een Lex, daar zou ik in eerste instantie niet zo snel op stemmen. Maar ja, langzamerhand gaan we allemaal wel weg. En de ene wat sneller dan de andere. Bijvoorbeeld een Jordi. En dan kijk ik naar die foto's van Jordi en denk van, ach, het is ook best wel een snoesje. En ik vind het best wel een leuke gozer. Maar ja, uiteindelijk ja, zet ik het persoonlijk een beetje aan de kant en denk van, joh, voor mij is het wel een gevaar. Daarom wou ik hem ook zo graag weg hebben. Vond je het een gevaar? Ja, ja, Jordi zeker. Ja. In welk opzicht? In ieder geval voor mij. Want, dat Jordi, jouw wegste. Ja, want Jordi wou dus uiteindelijk bij de laatste vijf zitten. En hij had mij daar niet bij gerekend. Ik heb letterlijk aan hem gevraagd. En toen noemde hij een aantal namen, behalve die van mij. Ja. Dan was hij in plek voor mij. Ja. Nou goed, dat had hij natuurlijk nooit moeten zeggen. Ja. En dat was voor mij wel een belletje wat afging van... Deze gozer moet weg. Ja. Want die zal niet zo snel op Jesse of Merel stemmen, maar die zal eerder op mij of jou stemmen. Ja. En weet je, normaal gesproken vind ik het ook allemaal niet erg. En joh, mag iedereen lekker op me stemmen, dat vind ik het allemaal best. Alleen, de situatie is wel wat veranderd. Het is niet meer van... hoe zou ik het zeggen? Het loopt niet meer zoals het loopt. Ja. Kijk, nou. Zoals ik het zeg. Ja. Had je al tegen Maris gezegd wat hij had gezegd? Wat? Wat hij van Maris vond. Ik zeg al wat, ik weet niet meer wat. Onbetrouwbaar en... Dat heb ik niet tegen Maris gezegd. En... Wat zei hij daar als laatste? Onbetrouwbaar? Ja, dat gevoel kreeg je een beetje en wispelturig.
hij was er niet van gecharmeerd. Nou, dat ik wegging. Nou, in ieder geval, ja. Dat je zo moeilijk deed. En... Dat zei ik ook letterlijk tegen Jesse. Ik zei, luister, kijk. Iedereen gaat wel anders om met de situatie. En later heb ik nog tegen hem gezegd van, joh. Het betekent niet, omdat jij zo met de situatie omgaat, dat iedereen met die situatie zo omgaat. Hmm. En toen zegt hij, ja, dat is ook wel zo en dit en dat. En, maar hij beredeneert het heel, maar dat doet hij met alles. Hij beredeneert alles vanuit zichzelf. Hmm. Ja, ik zou dit nooit doen en ik zou dit wel doen en ik zou dit niet doen en ik zou dat wel doen. En, maar ja, yes, jij bent Jesse en er zijn ook andere mensen en die heten anders en dat zijn ook andere personen. Ja, dat kan niet heel slecht. Ja, maar het gaat bij mij nu echt even mis. En dat is gisteren begonnen, dat weet je zo. Ik zit te wachten op die fotograaf met Hiske en hij komt erbij zitten. Mm-hmm. En hij begint helemaal dat hij in de bar was en dit en dat. Helemaal op zichzelf en over de stemmingen en dat mensen zo veranderen nu. En dat ik wel heel belangrijk voor hem ben. Maar ik zit te wachten op mijn moment. Mm-hmm. Wat ik 10 jaar lang niet gehad heb. Mm-hmm. Weet je? Dus ja, weet je, dat vond ik al een beetje niet echt een oké timing dat hij daar eventjes zijn verhaal kwam doen, zeg maar, weet je? Nee. Heb ik die fotoshoot? Nou, dan eigenlijk is hij er ook helemaal niet bij gekomen of zo, weet je? Nee. Of het eind vroeg je wel hoe was het. Op het moment dat hoe het was, ging hij meteen over het standbeeld wat hij wel niet wilde maken. Ja, ook tijdens die fotoshoot zelfs. Ja. Omdat hij wist dat de camera's erop stonden. Ja. Ging hij daar even over beginnen? Nou, dat vond ik dus niet heel chill. Dus daarna ook weer. En daarna is het eigenlijk alleen maar weer de rat over de stemming gegaan en of weet ik het wat. ja, weet je, ik vond het gewoon niet chill. En dan vandaag weer, weet je, dan denk ik, ja, kom op zeg. Ik heb nog geen eens voor mezelf verwerkt wat er gisteren gebeurd is. Mm. Nee. Voor mij was dat heel, iets heel speciaals, zeg maar. Mm. Ja, begrijpelijk. En dan wil ik even een momentje voor mezelf hebben en dan bam, zitten hun er weer bovenop, weet je. Ik ga daar echt slecht op momenteel. Maar heb je dat letterlijk ook tegen hem gezegd toen hij zijn verhaal deed? Wanneer? Gisteren? Ja. Nee, eigenlijk niet hè. Dat ging eigenlijk zo... Ja, maar dat ging ook eigenlijk... Ik denk dat het ook een opstapeling van het hele gebeuren is. 1. En 2 is eigenlijk ook, ja... Je zit dan zo in dat moment en dan... ja. Nee, je hebt het in ieder geval niet gezegd. Nee. Maar ja... En dan zal hij daar ook wel terugkomen van, ja, maar je zei helemaal niks en je ging erop in. Jawel, maar het komt er eigenlijk, eigenlijk waar het op neerkomt, heb oog voor een ander. Oh ja, maar ja. Is hij voornamelijk een beetje met zichzelf bezig. Weet je, en dan denk ik vanmiddag, oh, even een momentje voor mezelf, weet je. Nou, kom ik hier binnen, lig jij in bed, geen probleem, weet je. Is hij er voorbij en dan is het gewoon chill, weet je. Dan kan ik het ook tegen jullie even zeggen, weet je, en bam, zit weer die hele tent vol. En eigenlijk kwam er wel weer een druk op. Ja, je weet toch dat, je wilt toch dat wij overblijven, weet je. Toen zei ik toch ook tegen hem, van dat heb ik toch al vaker gezegd. Mm-hmm. Weet je, dan denk ik, waarom, en dan zei ik toch ook, waarom blijft hij elke keer die bevestiging zoeken? Dat hij onzeker is. Ja. Kijk, Jesse is op de dood, Jesse is op de dood dat de koers net even anders gaat. Kijk. Daarom is hij ook zo bang voor deze tent. Ja, wij zitten hier dan heel vaak met z'n drietjes. En we kunnen altijd lekker kletsen met z'n drietjes. En hij is een beetje bang dat... daarom kijk je mij ook wel heel erg met de nek aan. Dat ik bijvoorbeeld waarschijnlijk een voorstel zou doen van... joh, misschien is het beter dat Jesse het veld gaat ruimen. Ja. En als wij op Jesse gaan, dan zit hij op de bank. Ja, goed. En... nou, als ik even een beetje gas geef en even mijn best doe, dan gaat hij ook naar huis. Dat weet hij. Als je op de bank komt, ja zeker. Ja, dat weet hij. Ja. En daar is hij doodsbang voor. Ja. En hij heeft de touwtjes dan niet in handen, want hij weet net zo goed als ik, dat ik ook best wel roet in het eten kan gooien. Ik doe het niet, maar ik kan het wel doen. En dat heeft hij gisteren ook een beetje uitgelegd. Van, ja, ik zou het echt verschrikkelijk vinden als ik door mensen die naast me staan en ik dat ik er dan uitgewieperd word.
Ja, maar hij is nu alleen maar daarmee bezig. Ja, maar... En hij zegt zelf dat mensen allemaal veranderen. Maar de grootste, degene die nu aan het veranderen is, is hij. Ja, maar... En dat ga ik hem morgen ook zeggen ook. Maar daar is hij maanden mee bezig, hè? Ja. Hij is er al maanden mee bezig. Ja. En ik heb ook allemaal irritaties met Jess. En dat is voornamelijk ook op dat gebied. Dat ik... En bijvoorbeeld, hij pakt bijvoorbeeld bepaalde momentjes dat hij weet van nou, oké, ik sta er weer op. Ja. En dan gaat hij in één keer ratelen. Ja. En dat was toen ook met die flappen van die tent. En dan had ik 3/4 van die tent gedaan. En dan begint hij mij in één keer een uitbrander te geven. Ik zeg, gozer, dan moet je naar die andere mensen toe gaan die helemaal niks hebben gedaan. Nee. En ja, dan ga ik ook wel naartoe en dit en dat. En ik zeg, joh, hier heb ik helemaal geen zin in. En je hoeft je chagrijnige gedoe niet op mij af te reageren, want dat gaan we lekker niet doen. Nee. Ja, je loopt altijd weg en probeert hij zijn gelijk te halen, zijn momentje te pakken enzovoort enzovoort. Ja, en daar kan ik heel slecht tegen. Ja. Hij kwam hier ook gewoon, dan lag ik nog op bed, om 8:30 of zo. Ja. En dan kwam meneer hier in de tent. Ja. Kom je even hallo zeggen. Ja. En dan kwam je even benadrukken hoe laat het was. En met de opmerking van, goh, lig jij ook nog in je bed? Nog steeds? Ja. Zulke dingetjes. Nou, ik gaf hem een paar keer een flinke uitbrander. En zei van, gozer, dat hoeft voor mij niet. En nu komt hij ook niet meer. Maar hij probeert je indirect een beetje zwart te maken. Dat merk ik voornamelijk. En zeker mensen die dichtbij hem staan, die ook kans maken op de titel. Bijvoorbeeld Merel ook. Als je Merel ergens op kan pakken, dan doet hij het met alle liefde. Ja, maar weet je wat het krom is, wat het ook is? Bij mij, tegen mij zegt hij, ja, ik ga nooit op jou stemmen. En ik wil dat jij echt bij de laatste 5 wordt. En dan zeg ik altijd van, ja, weet je, dat hoeft voor mij niet. En zegt hij, ja, ik wil dat je dat niet meer zegt. Maar zo benadrukt hij het achter elkaar nu. Ja, klopt. Maar in dat opzicht is hij best wel hypocriet. Ja. Maar dat weet ik ook. En dat zijn ook die irritaties die je bij hem heel erg krijgt. Van, als mensen dingen tegen hem zeggen of hem in een bepaalde positie drukken, dan is het verschrikkelijk en dan is het land te klein. Maar als het andersom wordt gedaan, dan moeten we het allemaal maar accepteren. En dan is het allemaal weer dikke prima en dan is het zoals het is. Ja. Er is Jess een ster in. Om daar een heel groot drama omheen te schoppen. Ja, ja, wat probeer je me nou te flikken, dit en dat. Ja. Bijvoorbeeld, ik was ook letterlijk zo met, ik weet niet of je erbij was, maar met die telefoon. Hey, die telefoon, ik wist waar die telefoon lag. En ik maakte een schrapje van, joh, die lag in de boot. En we waren hem al heel lang aan het zoeken. Ja. En zei ik van, oh, ik heb hem gevonden, hij lag in de boot. En hij moest zijn koppen zien. En hij lag hier in de boot. Ik zei, ja, echt wel. Ik kom net uit de boot. Hij lag in de boot. Nou, die jongen, die werd helemaal wit heet. Die begon al precies te roepen waar hij was. Ja. En dan letterlijk, en dan kreeg ik een paar checks om zijn oren. Nou, dan gaat hij gewoon, ik zei, nee, maar gozer, hij lag echt in de boot. Dan kun je van mij ook een rambam krijgen. Ja. Dan ga ik er gewoon mee door. Nou, op een gegeven moment is die jongen weggelopen. En heeft hij de kistjes van het geld heeft hij neergezet en heeft hij ook nooit meer opgehaald. Ja. Helemaal wit heet was hij. Oké. Maar je mag Jesse niet benadelen. Dat is een no-go. Dat mag absoluut niet. Want Jesse maakt eigenlijk bijna nooit fouten. Bijna nooit. Die maakt nooit fouten. En zo wil hij ook gezien worden. Als een man die alles kan zonder dat hij fouten maakt. En als hij fouten maakt, dan kan dat gebeuren. Want ja, je weet nooit hoe het loopt. Als iemand anders het maakt, dan is het verschrikkelijk. Als hij het zelf doet, dan is het... Nou ja, goed, het was misschien allemaal niet zo handig, maar uiteindelijk hebben we er wel winst op gedraaid. Ja. Supergriet, jongen, echt waar. En ik hou van Jess, maar... Ja, ik denk dat ik morgen ook tegen hem ga zeggen dat ik erover nagedacht heb en dat ik wel bij de laatste 5 hoor. Oh, sorry, die vind ik echt hilarisch. Ik ben benieuwd naar zijn reactie. Als je het ook nog even vol kan houden. Ja. Maar hij heeft wel letterlijk in de tent gezegd van, ja, ik wou maar eens de laatste 5, maar die heeft het zo vaak gezegd en nu heb ik een keuze gemaakt en nu ga ik ook niet meer switchen. Wat met hilarisch. Ga het heel lang volhouden dan maar eens. Ja? Ja, ja. Ja, dan ga ik ook zeggen, ja, maar ja, je zou nooit mij stemmen. Je hebt gezegd dat Merel en Freni dat ook niet gaan doen. Oh, dat vind ik wel interessant. Moet je doen maar eens, hè? Ja, ga ik doen morgen. Maar als uiteindelijk de aap uit de mouw is, ja, dan wordt hij weer wit heet, hè? Ja, maar dan zeg ik stem maar weg tegen jullie twee.
dan zegt hij, je hebt tegen mij gelogen. Oh. Ja, maar misschien wil ik toch echt wel bij de laatste vijf hoor. Ik ben heel belangrijk voor de BV, hè. Alle taken die ik doe. Als ik weg ben, wie gaat dat overnemen? Je hondenbaan. Jesse, denk ik. Nou, dan gaat hij niet terug, wel die e-mails en zo. Zeker wel. Jesse doet dat gewoon. En die verzendingen, ja. Jesse doet dat. Jesse kan dat. Dat is een dubbele dagtaak. Nee, maar Jesse maakt er tijd voor. Al werkt hij s'nachts door, hij doet het. Nee, doet hij niet. Nee, natuurlijk niet. Dan laat hij het aan iemand anders over. Ja, wie gaat dat doen? Dan zal Jesse het oppakken. En zal hij het langzamerhand een beetje delegeren aan andere mensen. Wie gaat het doen? Want ik heb nog steeds zijn kleding ook niet gestuurd, hoor. Die Team Jesse shirts in die Upcoming Millionaire pak. Ja? Ik moet dat plotteren, maar hij zou het aan mij geven. Dat was laatst ook zoiets. Hij had iets teruggekregen qua van... er was een bestelling, was teruggestuurd, geretourneerd. Ja. En over dat pak, de Upcoming Millionaire. Ja. Want dat het er niet uitzag en dat het slecht geplotterd was en zo. Yeah. En ik las dat briefje en ik zei, yes, eens kijken, een retourzending. Ja, joh, die Mariska, ja, ach, dit en dat. En begon die jou in één keer een soort van loer te draaien. Yeah. Om het maar van zichzelf af te schrijven. Samen met hem. Ja, terwijl, het, uiteindelijk, dat is wel heel grappig, uiteindelijk is het zijn verantwoordelijkheid, hè? Met die zwembak. Ja. En dan schrijft hij de schuld compleet op jou af. Ja, maar dat zit er ook met de kiesjes. Want Jesse heeft hier niks mee te maken. Nee. Want Jesse heeft het niet geplotterd. En Jesse zou dit nooit zo slecht doen. Nee. Het is met er eentje hoor. Dat is met de kiesjes druk. Waarom denk je dat de laatste tijd zoveel ruzie hebben? Ja. Jesse wil met leuke dingen ook het hoogste woord hebben. Het hoogste woord. Als iemand anders aan het woord, hij wil het zeggen. Dan weet ik precies hoe ik hem moet pakken. Dan tetter ik er gewoon doorheen en dan zegt hij er wat van. Dan zeg ik, ja, dat was mijn beurt. Maar daar was je ook niet bij. Oh, fantastisch. Wat vond je daarvan, Jesse? Ja, wat ik zei, dat had ik toen destijds al over het feit van toen dat gebeurde. Hij pakte jou op het feit van die mogolse tent, wat ik niet tof vond. Was dat toen op dat moment? Ja, ja, klopt. Ja, en daarna dan, weet je wel, dat andere dan jij. En op zich begrijp ik jouw irritaties wel. Maar goed, het werd wel een beetje dat ik denk, nou, lekker volwassen, zeg maar. Maar ja, aan de andere kant, op deze manier dringt het wel tot hem door, om het maar zo te zeggen. Mm. Het grappige is, die situaties die helpen, die werken. Mm. Want... mocht er weer zo'n situatie voorkomen. Nee, die is er geweest, hè? Toen moest hij lachen. En toen zei hij, wie gaat het nu vertellen? Ja. En dan weet hij dat als de beste. Ja. En dan maakt hij er een dolletje van. Ja. Zulke dingen werken wel. Ja. Daarom doe ik het ook nog steeds. Bijvoorbeeld ook met het bellen en het ik zeggen de hele tijd. Daar heb ik toen ook op aangesproken. En toen hadden we ook een woordenwisseling over. En toen was het ook een keer, was klaar. Dan weet hij wel dat hij fout zit. En dan gaat hij dat niet weer doen. Ja, bijzonder mens. Ja, maar ik ga het hem zo brengen dat ik heel erg belangrijk voor de BV ben. Maar dan moet je het wel echt serieus vertellen, hè? Ja, gewoon. Maar wil je nu ook echt dat tot bij de laatste vijf maar is? Ja hoor. Ja? Op deze manier. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat zijn reactie zal zijn. Want hij heeft het Frenny nu toegezegd. Reet in de zand. Ja, maar dan ga ik het wel zo brengen. Ja, maar ik doe er veel meer van. Wat? Heb je zo op de ruzie met drie? Ja. Nou, denk je dat Jesse dat voor zich houdt? Ja, maar dan ga ik het wel zo doen. Van kwantiteit en kwaliteit, wat hij altijd zegt. Nou, ik ben benieuwd naar het gesprek hoor.
met familie wandelen, maar toen was hij druk en toen zat hij achter de computer. Toen dacht ik, zag ik jullie zo staan bij de droogboeken, en dacht ik, oké, okay, dit is mijn moment. Ga ik morgen een momentje pakken als jullie samen gaan roken. Oh, heb je meerdere momentjes? Ja. Op een dag voor? En ben ik dus meer op de lijst dan zo. Nee, je moet het wel zonder wereld doen. En misschien slaan ze om en denken ze, wam, Rama Mariska eruit zonder dat ze het weten. Nou, niet zonder dat je het weet. Denk je? Nou, hij zal het altijd met mij overleggen. Maar misschien ook niet. Nou, als hij dat niet doet, krijgt hij weer het verhoor van mij. Dat zou lekker zijn. Nee, als hij dat doet, dan... heeft die probleem met mij. Want dat zou ook heel raar zijn, want hij verwijt mensen wel dat andere mensen hele rare bokkensprongen in één keer maken. En dan zou hij dat zelf ook in één keer doen. Nou, dan weet ik niet wat ik zie. Maar ik ben wispelturig. Ja, maar Maris, hij weet toch net zo goed. Nou, trouwens. Even kijken. Ja, als hij jou op de bank zet, dan ga je naar huis. Ja. Dan heb je in principe alleen de positieve stemmen van ons. En misschien van Lex. Ja, van Lex zeker. En houdt het wel op? Ja, weet je wat Sjaal doet hoor? Ligt eraan tegen wie over Marista. Ja, ik zal morgen nog even naar Shell toe. En dat Shell maar is niet zo snel weer naar huis sturen. Wat denk jij maar eens? Nee, is mijn gevoel. Ik denk eerder dat ze op Merel of Jessie gaat doen. Heel eerlijk. Dat denk ik ook. Ja. En wat denk je van mij is? Wat? Zou ze op mij kunnen stemmen? Nee, nu niet denk ik. Ik denk niet dat de focus nu op jou ligt. Ik denk op Jessie, heel eerlijk. Oh, weet ik. Zo weet je niet. Het zou best Merel kunnen zijn. Maar ja, kunnen wij nog twee mensen op de bank zetten, of niet? Als Maris niet meedoet, niet toch? Nee, ik doe niet mee. Dat is weg. Kijk, als jullie heel erg slim zijn, als ze mij op de bank zetten weer, dan moet je er eigenlijk iemand naast zetten die je graag weg wil hebben. Mm-hmm. Dan weet je dat diegene gaat. Maar in eerste instantie was dat wel een plan steeds. Jawel, maar de schakels die daar heel sterk in waren, zoals een Andrea. En ik weet niet hoe sterk dat bij Jordi was, maar bij Andrea was dat wel heel sterk. En bij Brandon in het begin misschien ook, is dat nu heel anders. Maar ik denk heel eerlijk, kijk, Shelly zou, ja, kijk, zij is er nu nog, hè. Ik denk dat ze dan eerder voor me, ja. Wat? Was ze eerder voor? Ja, mensen die, kijk, jij hebt haar een positieve stem gegeven. Ik denk niet dat ze dan hier zo, eerder op jou zou gaan, maar ja, dat is ook maar een invulling. Ik heb het er met haar niet over gehad, ik weet het echt niet. Bij de techniek. Nee, ik denk het ook. Ik denk dat ze gaat stemmen op mensen die haar op de bank hebben gezet. Ja. Ik weet het niet zo goed. Nou ja, dan moeten ze hun kracht wel doen, anders heeft het zin. Nou.
ik denk dat zij, dat ieder zijn eigen keuze maakt. Milena maakt haar eigen keuze. Brenda zijn eigen keuze maakt. Thierry dat doet. Ja. Ja, misschien dat ze... Nou, Maries. Ja. Als je echt... Nou, goed, ik ga nu iets zeggen, maar... Als je echt de poppendans wil hebben... Ja. Maar ook echt... Maar dat is wel... Ik weet niet of je het wil zeggen eigenlijk. Ja, doe maar. Als je echt een pop aan dansen wil hebben. Ja. Yeah. Dan. En dat is hoogverraad. Ja. Yeah. Maar dan zou je mee moeten doen met Brandon en. En Shelly enzovoort enzovoort. Nou. Holy fuck. Ja. Maar dat heb ik al die tijd, heel eerlijk, nooit begrepen van jullie. Waarom ze mij er niet bij getrokken hebben. Snap jij dat? Nou, ik denk heel eerlijk gezegd dat, dat Hiske al flink naast je staat. Ja. Nou, en dan indirect ik ook. Want ja. Ik slaap ook in de tent. Ja. En dat dan, dat ze er gemakshalve vanuit zijn gegaan dat dat niet haalbaar is. Ja. Als je echt een popman dan zou hebben, dan moet je dat doen. Dat zou jij fantastisch vinden. Ja, tuurlijk. Zet het spel helemaal op zijn kop. Ja. Maar dan... dan krijg je voor het lekkerste meer. Oeh! Dat is wel leuk. Nou. Poeh! Dan krijg je het zwaar hier, hoor. Ja. Dan gaan mensen tegen je uitvallen. Nou, dat is niet te zinnig. Ja. Veer ervan is. Geen goed idee. Een hele stoute gedachte van jou. Nee, dat wil ik niet dat Marit het doet. Maar goed, ze moet haar eigen beslissing in gaan. Dan zit je. Oh! Ja, maar dan zeggen ze: we gaan op Gerrit stemmen. Zeg ik: nee, gaan we niet doen. Die heeft Shelly ook hier gehouden, die heeft zoveel gelobbyd. Maar wat ga je dan zeggen? Hiske eruit. Nee, ik en een beetje snel. Ja. Ben ik wel heel snel bij Christel? Ah, dat vind ik. Denk je dat Brendan of Frenny zou kunnen stemmen? Ja, ik denk inmiddels wel hoor. Ja? Want die band is ook niet meer wat het geweest is. Nee, hè? Nee. Wat viel mijn laatste op? Hun zijn ook niet echt samen meer. Maar ik denk dat ze nog steeds denken, ja, maar is hier het kortst, weet je? Hmm. Heel eerlijk, ik heb geen zin om elke week op de bank te zitten. Wat is dat? Ja, dan moet je gewoon lekker... aansluiten bij Brenda. Nee. Oh, god, god, god. Och. Dat zal dat zijn. Hé, hey, Liklid! Hallo. Nee. Die hoor ik. Mijn grote vriendin. Als mijn worst. Waar is die?